Het is een heel erg lekker en makkelijk dessert. Allereerst schil je daarvoor de appels. Haal het klokhuis eruit. Snij ze in vier en vervolgens in partjes. Dan doe je 1 eetlepel water, 1 theelepel suiker en een stukje appel in een pan. Breng je aan de kook en laat je ongeveer 15 minuten zachtjes stoven. Laat je het wat afkoelen. Vervolgens doe je de bessen in de pan. Dan verwarm je het ongeveer 30 seconden. Dan gaat de gestoofde appel onder in het glas. Daarop gaat yoghurt. Dan maak je het af met de zwarte bessen. Eet smakelijk!